Hallo, ik ben Philip Kluis. Ik ben chef van De Jonkman en medeoprichter van de Noordsea Chefs. Ik sta al van mijn 13 jaar in de keuken bij mijn vader. Daar heb ik eigenlijk alles geleerd. Dan daarna heb ik het geluk gehad om nog 6 jaar in de Carmeliet te werken bij Heer Van Ecke. 6 jaar bij Sergio Herman in Oud-Sluis. En ik heb ook nog enkele stages gedaan, waaronder de Fat Duck. In 2006 heb ik De Jonkman begonnen samen met mijn vrouw. En ik heb eigenlijk 2 jaar zitten zoeken achter mijn identiteit. Door op reis te gaan, culinaire reis te gaan naar Tokio, heb ik eigenlijk tot besef gekomen dat ik eigenlijk niet zo goed bezig was. Dat ik meer lokaal moest gaan werken. En daarom heb ik eigenlijk begonnen werken met eigenlijk eigen visjes van hier. Door eigenlijk nauw samen te werken met de lokale vissers, zag ik de problematiek dat die visjes niet verkocht werden. Dat er heel veel van die visjes terug in zee gegooid werd en ik moest daar iets mee gaan doen. Dat is eigenlijk de reden waarom ik die ook op de kaart gezet heb en dat ik de Noordsea Chefs opgestart heb om eigenlijk iedere vis een identiteit te geven. Om een voorbeeld te geven, voor 1 kilo tong heb je 40 kilo bijvangst. En met die 40 kilo wordt er eigenlijk niet veel gedaan. Het zijn die 40 kilo dat we eigenlijk gaan verwerken in het restaurant en met de Noordsea Chefs. Sinds 2011 hebben we eigenlijk onze tweede ster gehaald. Ik ben daar super trots op. Maar dit jaar hebben we ook onze Green Star ontvangen van Michelin. Dat is iets nieuws van Michelin. Eigenlijk een beloning voor restaurants die eigenlijk duurzaam bezig zijn, respectvol bezig zijn met producten. En dat is natuurlijk een beloning van mijn werk van de Noordsea Chefs. Dus we hebben nog één oesterkwekerij in Oostende. Spuikom. En eigenschap van die oester is eigenlijk de helft zout, de helft zoetwater. En dat maakt dat die oester eigenlijk niet agressief is en niet te veel naar zee smaakt. We hebben wel een probleem in ons beroep, want slechts 2% van de afgestudeerden van hotels gewoon blijven in ons beroep. En dat is echt wel problematisch en ik snap niet waarom. We hebben zo'n mooi beroep. We kunnen beschikken over de beste producten ter wereld, waar we veel chauvinistischer mogen over zijn. We hebben heel goede chefs die er eigenlijk creatief te werk mee gaan. En daarom vind ik het ook mijn taak als chef om eigenlijk die jonge gasten te gaan aanspreken en te gaan prikkelen om verder te doen in ons beroep.